met me mee naar de waterkant. We gooien alle oude kleren van ons af. Waterkant was dan voor mij de periode dat ik nog dacht dat Viv en ik het wel gingen redden. Dan dacht ik van ja, hoe mooi is het om dan, weet je, het begon dan, gaan we mee naar de waterkant en we laten alles achter ons. En toen gaandeweg draaide dat eigenlijk meer naar dat je alles wat je hebt achterlaat, maar wel met elkaar doorgaat. Zwem met me mee naar de overkant. Stuur je zorgen met het water naar de zee. Het liedje staat voor mij voor je oude kleren van je afgooien en aan de overkant opnieuw beginnen. En je ogen open doen op een nieuwe plek. En dat is waar het voor mij wel in essentie om ging. En dan een versie te kiezen met alleen piano en strijkers is gewoon ook een hele gewaagde keuze. Maar dit is wel wat het liedje moest zijn. We hebben het ook opgenomen met drums en de hele smuk erbij. En dan raakte de ziel bedolven onder het geweld van de muziek. En dit is in zijn puurste vorm wat het moest zijn. En dan, zeker als je die echte strijkers hoort, ja, dan word je meegenomen. Vast door de branding gaan we hand in hand om te verdwijnen in de golven van de zee. Voor mij één liedje is wat betrekking heeft op verlies en dat is Duizend Scherven. En dat is eigenlijk nog meer de kant van Viv, eigenlijk dat je ineens dat je storen krijgt en ineens alles anders is dan wat je denkt. Maar dat het ook een bepaalde vrijheid geeft weer, want iedere deur die dicht gaat maakt ook weer dat je een andere kant op kijkt natuurlijk. Dus je kunt zien dat het een probleem is, maar ook een mogelijkheid. Liever de waarheid dan een leugen die mooi lijkt. De waarheid kostte mij niet mijn relatie. Het maakte dat mijn relatie met Viv een andere relatie werd. Maar die wel gebaseerd was op de waarheid, zeg maar. En ook mijn relatie met mezelf. Die leugen kostte me nog meer, de relatie met mezelf. Wat zou je kiezen als je mocht kiezen tussen weten en vergeten? Als je mocht kiezen, zou je dan die leugen willen blijven leven of wil je dan toch die waarheid? Weet je? Want dat is natuurlijk, er zullen wel meer mensen zijn die denken van ja, ik heb ook wel dingen ergens, mijn kerfstok, die gooi ik er niet uit. Want ja, dan maak ik meer kapot dan dat ik heel kan maken door de waarheid naar boven te halen. En dat heb ik ook heel lang gedacht. Alleen op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van ja, bescherm ik nou wel iets wat zo heilig is ook voor die ander? En als je daar geen ja meer op kunt antwoorden, dan is het hebben van die leugen wordt totaal egocentrisch.